Yo kijkers, welkom bij de laatste video van de decembermaand. En je hebt het al gehoord, het is vandaag een year review of 2018. En jongens, wat was het een jaar. Nee, even zonder grap. Het was een jaar met ups en downs, weinig uploads en in één keer weer heel veel uploads. We hebben in totaal 150.000 weergaven dit jaar behaald. Nou, dat vind ik best wel... Oh, best wel netjes. En 801 abonnees. Dat mochten er wel meer zijn. Maar ik ga niet klagen. Ik heb natuurlijk ook heel erg gefluimd dit jaar. Dus we gaan vandaag terugkijken op hoe dit jaar was. En we beginnen bij het begin. Dat was januari. En toen uploadde ik mijn eerste Fortnite video. En dat was één van de vele. Ik was toen eindelijk besmet geraakt in het Fortnite virus. Terwijl die eigenlijk al een paar maanden oud was. Maar januari was gewoon de eerste Fortnite video. Toen hadden we februari even luismoedig geklaard. En nog wat reageren op video's gemaakt. Toen was het maart. Mocht eindelijk die teringbeugel van mij eruit na een paar jaar. Nou, dat was best een opluchting dat die fucking beugel er eindelijk uit mocht. Want het ding was zo naar, jongen. Echt niet normaal. Toen hadden we april. April stond vol in het teken van Fortnite. Ik heb letterlijk 5 video's geüpload. En ze waren allemaal Fortnite. Toen hadden we in mei. Toen postte ik eigenlijk weer eens een setup video. Waar jullie best wel lang om vroegen. Toen was het juni. Juni was een hele speciale maand. Want ik heb toen in totaal 1 video geüpload. Nee, echt waar. Ik heb toen letterlijk echt maar 1 video geüpload. En dat was hij zag zijn leven voorbij flitsen. Letterlijk 1 video in de hele maand. Toen kwam in juli de grote comeback. En de eerste aflevering van reageren op oude video's. Een serie die ik eigenlijk nog steeds een soort van doe. Toen kwam augustus en toen kwam er best wel een keuzestress in kanaalnaam. Ik heb hem toen denk ik 4 keer veranderd. Ik heb toen bovendien mijn chef kok kwaliteiten aan jullie laten zien. Door middel van heerlijke frikandelbroodjes. Toen kwam september. Uploadde ik gewoon weer een setup video. Waarom ook niet. En in september had ik ook een takebait. Niet het beste wat me is overkomen dit hele jaar. Toen oktober. Oktober kan ik 2 dingen zeggen. We beginnen met het minst belangrijke. Mijn verjaardag. En het belangrijkste van oktober. Was toch wel Armo between 6ix9ine. Bozo. Was denk ik het mooiste wat in oktober is gebeurd. Toen komt november. En we barsten los. Met de Pieter discussie en ik heb mij daar even heel politiek in gemengd. En toen kwam december met de decembermaand. In totaal 19 video's heb ik die maand geüpload als je deze meetelt. Dat is ongeveer 19 keer meer dan ik in juni had. En dat was mijn jaar zo ongeveer wel. Ik vond het een apart jaar om het zo te noemen. Ik weet niet, sommige video's pakten mij een keer ziek veel views, zoals bijvoorbeeld Armo. Sommige video's gewoon helemaal niet. Terwijl er gewoon evenveel tijd in zat en soms zat er nog wel meer in die ander dan in bijvoorbeeld die Armo video. Nou, opnemen, half uur, max. Editen, 1,5 uur, max. Thumbnail, kwartiertje en dan was ik klaar. En dan die laatste video's met vrienden die ik heb geüpload. Letterlijk opnemen, 1 uur. Editen, 4, 5 uur of zo. Pak minder views. Maar ja, ik hoop dat jij hebt genoten van niet alleen deze video, maar het hele jaar. Ik vond het leuk. Geniet morgen vooral van jouw oud en nieuw. Hou alle vingertjes er gewoon even netjes aan, jongens. Dan doe ik dat ook, zodat ik weer lekker video's kan uploaden. Heb je nog ideeën voor video's in 2019? Of echt dingen die er gewoon moeten veranderen op mijn kanaal in 2019? Laat het lekker gewoon achter in de reacties. Laat alles wat je achter wil laten, laat het achter. Je mag ook jouw hoogtepunt van mijn kanaal achterlaten, als je dat leuk vindt. Maar jongens, ik wil je bedanken voor het hele jaar. Het was super tof. Laten we 2019 nog mooier maken. En dan zeg ik nu nog maar 1 ding. En dat is gelukkig nieuwjaar.